laatste vorm van architectuur die ik ga bespreken is het deconstructivisme. De voortdurende veranderingen, verwarring en chaos in een moderne maatschappij vormen de inspiratiebron voor architecten. Dit leidt tot het ontstaan van deconstructivisme. De naam is te danken aan een voorstelling in het MoMA in New York in 1988. De curator Philip Johnson had dit bedacht als titel omdat de ontwerper veel overeenkomsten vertoonde met de Russische constructivisme. Daarnaast wilde hij benadrukken dat het hier niet ging om een nieuwe stroming of stijl. Het meest letterlijke voorbeeld van deze stroming zien we terug in dit gebouw. Het ontwerp van Copium op Blauw. De gevel van dit gebouw lijkt in elkaar te storten of uiteen te vallen. De ingang is klein en de rode zigzaglijvel lijkt als het ware naar beneden te vallen. Links van de ingang ligt nog een rode trap op zijn kant, alsof deze nog niet geplaatst is. Verder is goed te zien dat men wil laten lijken dat het gebouw rechts wel af is en links niet. Typisch voor deconstructivisme. Wat hier ook naar voren komt, is het creëren van spanning. Dit doet men door zware materialen te laten zweven als het ware. En door ze in vormen te buigen die onmogelijk lijken. Dit is vooral goed te zien in het werk van Gehry. Frank Owen Gehry is wellicht een van de bekendste Canadese-Amerikaanse architecten. Gehry behaalde zijn graad in architectuur aan de Universiteit van Southern California en sinds 1962 leidt hij zijn eigen bureau. De belangrijkste bouwwerken van enige omvang staan in Los Angeles, zoals de Loyola Law School, het California Aerospace Museum, de Science Building of Cooper Union College en de Walt Disney Concert Hall. In Europa vinden we onder meer het dansende gebouw van de ING in Praag en het spraakmakende Guggenheim Museum in Spaanse Bilbao. Dat verrees op een voormalig haventerrein bij de oude binnenstad waaraan de schaal en de textuur van het museum is aangepast. Opvallend aan dit ontwerp is het gebruik van geavanceerde computerprogramma's en een sculpturale dak. Ook de kunstwerken buiten het gebouw zijn opvallend. Dit is de moederspin van Louise de Bourgeois en het minstens even grote bloemenpuppy van Jeff Koons. In Nederland zien we deconstructivisme terug in het Groninger Museum. Het Groninger Museum bestaat uit verschillende soort eilanden die in het verbindingskanaal liggen. Deze eilanden zijn weer opgedeeld in diverse paviljoens, ontworpen door verschillende ontwerpers. Je hebt er het De Lucci paviljoen, dat is ontworpen door de Italiaan De Lucci. Hij liet zich inspireren door de oude verdedigingswerken van Groningen die ongeveer op dezelfde plek stonden waar het museum nu ligt. Je hebt het Stark paviljoen, dat werd ontworpen door de Franse ontwerper Philippe Stark. Hij liet zich inspireren door keramiek en het proces van het maken daarvan. Bijna alles in het paviljoen verwijst hiernaar, bijvoorbeeld de ronde vorm van de pottenbakkersschijf. Het Medini paviljoen is aan de buitenzijde bekleed met het zogenaamde Proust-motief. Medini ontwikkelde dit patroon aan de hand van een pointillistisch schilderij. Hij vergrootte details sterk uit en verwerkte deze in zijn ontwerpen. Het Koper Hemel Blauw is een echt voorbeeld van deconstructivisme. Zij gebruikten in de beginfase de techniek van het automatisch tekenen. Vanuit die tekeningen werd een ruimtelijk model ontwikkeld. De oorspronkelijke tekening is terug te vinden in de zwarte vlekken op de stalen wanden binnen en buiten. Het paviljoen bestaat uit glas, staal, beton en is opgebouwd op een Gronings scheepswerf. Wat minder uitbundig dan het Groningen Museum, maar wel degelijk een voorbeeld van deconstructivisme, vinden we ook terug in de nieuwbouw in Amsterdam, zoals op het Java-eiland. Soms worden hilarische effecten toegepast waarbij de architect zichzelf op de hak neemt. Architectenbureau Site ontwierp voor de Amerikaanse supermarktketen Best een gebouw in Houston waarvan de gevels gedeeltelijk ingestort lijken te zijn, als komisch commentaar op het deconstructivisme.